Hoi, mijn naam is Judith, Judith Heren van Dijk. Ik ben getrouwd met Johan. We hebben twee jonge kindjes. Nummer 3 is op komst. Wij runnen een melkveebedrijf in Den Ham. Ik doe fulltime het bedrijf. Johan werkt nog fulltime buiten de deur. Wij melken hier 100 melkkoeien. Met 2 melkrobots. En wij passen zoveel mogelijk weidegang toe. Ons rollend jaargemiddelde ligt op ongeveer 9.500 liter per koe. Met 450 vet en 360 eiwit. Wij zijn ongeveer 10 jaar geleden begonnen met het inkruisen met vlekvliekkoeien. Ik hou van simpel en goed. Simpel rantsoen aan het voerrek, weinig poespas, veel weidegang. En volgens mij paste de 100% Holstein koe daar niet meer goed bij. Het is altijd even afwachten wat er gebeurt, want kruisen dat duurt lang voordat je effect ziet natuurlijk. Maar sinds we zijn begonnen met het inkruisen was ik heel enthousiast over de vlekvliekkoeien. Het zijn wat bredere koeien met een spiertje meer. Met een heel rustig, vriendelijk karakter. Met een prima uiengezondheid, dan nog prima melk eronder en een super vruchtbaarheid. Een ander voordeel van de vlekvliekkoeien is de omzet en aanwas, zoals dat dan heet. Sowieso de kalfjes die geboren worden, die zijn vaak wat zwaarder en wat vitaler. Dus we hebben bijzonder weinig last van ziekte bij het jongvee. En ook als ze weggaan naar de handelaar, brengen ze vaak wat meer op. En aan het eind van de rit van de koe is de slagprijs ook gewoon een stuk leuker dan bij de 100% Holstein koeien. Wat aan het eind toch al een fijne meevaller is. Ook bij het inkruisen met de vlekvliekstieren zijn er natuurlijk wel aandachtspunten. Ze zijn heel vriendelijk, heel rustig, maar ze kunnen ook heel koppig zijn. Daar moet je een beetje mee leren werken. Los daarvan is de uienvorm, vooral als ze wat ouder worden, wel een aandachtspunt. En daar proberen we met de fokkerij ook wel rekening mee te houden. Omdat we selecteren op stieren die een goede ophangband vererven bijvoorbeeld. De verwachtingen toen wij waren begonnen met kruisen is een wat sterkere koe die vooral rondom het afkalven wat minder trammeland geeft. En nou, ik durf wel te zeggen dat dat is uitgekomen. Ja, dat klinkt als een promo plaatje, maar elk jaar word ik enthousiaster over de fluffy koeien. Ze zijn sterk, vriendelijk, rustig, maar presteren prima. CRV helpt ons met het inkruisen, al sinds, nou, ik weet dan niet beter dat we stieradvies gebruiken van CRV. Maar nu, sinds een jaar of 5, komt er naast de inspecteur komt er ook een fokkerijspecialist. Jan is mijn veestapeladviseur en Jan weet veel meer van de CRV-producten dan ik. Ja, 2 keer in het jaar komen wij dus bij de familie Van Dijk op bedrijf. En dan gaan we samen om tafel om te kijken van wat zijn de wensen van Judith. Waar moet qua fokkerij de stier nou voldoen? Nou, hier op het bedrijf van Judith maken we dus gebruik van CrossFit. En CrossFit wil eigenlijk zeggen het kruisen met in dit geval het dubbeldoelras vlekvie. Ze wil graag een spiertje meer op de koeien. De gehalte moet goed zijn, de melk in de plus. De ideale koe moet goede benen hebben en makkelijk naar de robot lopen. En natuurlijk moet er genoeg voldoende melk onder zitten. Dus daarvoor gebruiken we ook nog een klein beetje de Holstein stieren. Als we die wensen allemaal op papier hebben gezet, gaan we samen de stal in. Gaan we per koe kijken van hoe ziet die koe eruit, wat zijn zijn verbeterpunten. Bij Flexie moeten we goed in de gaten houden dat het uienbeeld in balans blijft. Nou, en dan als we een hele melktypische koe hebben wat wel een spiertje extra kan gebruiken, dan gebruiken we daar een vlekvliekstier op. En komen we bij een koe wat wel iets meer melktype op mag, dan doen we daar een Holsteinstier op. En zo gaan we aan de hand van een paringsprogramma, wat inteelt uitsluit, gaan we de koeien langs 2 keer per jaar om zo een passend advies te geven. Nou, sinds we zijn gaan inkruisen en sinds we echt heel gericht fokken, dus echt heel specifiek 1 stier per koe en 2 keer per jaar echt goed kijken of dat nog steeds de beste optie is, draaien we technisch prima. De melk zit goed onder, onze dierdagdosering daalt elk jaar. De tussenkalftijd ligt rond de 380 dagen. Onze veestapel is een stuk ouder dan het landelijk gemiddelde en de afvoerpercentages logischerwijs dan ook een stuk lager. En los van al die harde cijfers werkt het gewoon heel lekker. Ik kan heel blij worden van een mooi rijtje witte koppen. Ze zijn gewoon wat makkelijker te managen. Als je mij vraagt hoe ik de toekomst van onze veestapel zie, dan zie ik een veestapel met alleen nog maar meer witte koppen. Omdat ik gewoon zie dat het bij ons prima past en dat ik er heel veel werkplezier uithaal.